staan hier op het Westwijkplein in Amstelveen en ik ben Wim Loos van Westwijkmakelaars. Ik ga u eigenlijk in de toekomst rondleiden in de wijk. En waar kunnen we beter beginnen dan op het Westwijkplein? Hier zo in 2016 helemaal vernieuwd, zoals u kunt zien. Mooie stenen gebruikt. Ik ben natuurlijk gek op architectuur, dus ik vind dit hartstikke leuk om te zien. We hebben enorm veel faciliteiten bij Albert Heijn. We hebben een Deen aan die kant. We hebben ook internationale supermarkt. De Koreaans-Japanse combinatie Sheila. En natuurlijk ook leuke horecagelegenheden. Suri to go, Buren lekker. En we zitten dicht bij scholen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Want ja, uiteindelijk is Westwijk natuurlijk de wijk voor de kinderen en de mensen met de gezinnen. Dus ik neem u graag mee in onze mooie, nieuwe, spannende wijk. En waar de hoop te doen is. En waar ik heel enthousiast over ben. En nou, hier staan we dus bij één van de drie basisscholen in Westwijk. Dit is de Triangel. En daar heeft toevallig allebei mijn kinderen op gezeten. Het is één van de grotere scholen hier in Westwijk. Staat voor katholiek onderwijs. En daarnaast hebben we eigenlijk nog een tweetal scholen die ook hier in de wijk vertegenwoordigd zijn. De Karel Eijkman, die ligt een beetje die kant op. De Westwijzer ligt een beetje die kant op. En we hebben ook nog een speciale school, de Winding. Dit is voor speciaal onderwijs voor kinderen die wat moeilijker leren. Dus eigenlijk heel veel mogelijkheden binnen de wijk om uw kinderen te plaatsen. En dat is wel iets wat heel erg belangrijk is. Als mensen ergens komen wonen, dan willen ze gewoon weten van joh, waar zijn de scholen, wat zijn het goede scholen, hoeveel leerlingen zitten erop. Eigenlijk dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Dus keuze te over. Daar komt trouwens meneer de directeur aan. Dat is Guus. Die ken ik. Die ken ik persoonlijk. He? Dus leuk om dat even te zien. Dag Guus. Morgen. Mag ik even? Ja, hier sta even een kabootje op de rij. Bij de Karel Eijkman School. Nieuw gebouw. Ik denk dat het nu ongeveer 2 jaar staat. Dit is de christelijke school van Westwijk. Maar in dit gebouw zit ook nog een dependance van de Triangel waar we net geweest zijn. Maar goed, ja, je kunt het zien. Het is gewoon lekker modern, dicht in de buurt en mensen zijn er gek op. Ik begreep alleen net van de directeur van de Triangel dat alle scholen op dit moment best wel vol zitten. Dus heeft u plannen hier te komen wonen, zorg dat u op tijd de kinderen aanmeldt, dan hebben ze een goede plek. Nou ja, we zijn nu aanbeland bij de derde grote school van Westwijk, de Westwijzer, de openbare school. Hier uiteraard ook wat we zien is buitenschoolse opvang, kinderrijk is hier ook vertegenwoordigd. Dus dat is, vind je in Westwijk best wel veel ook naschoolse opvang of voorschoolse opvang ook nodig. Want we hebben tenslotte heel veel ouders die allebei werken. We staan hier in het Roda 23 stadion. Hier ziet u de hoofdtribune naast ons en hier hang ik met mijn sponsorbord. Hè. Roda 23 is een club die eigenlijk een soort bindende factor binnen de wijk is, Westwijk. 1400 leden, voetbal, dames, meisjesvoetbal, heren natuurlijk ook. En gewoon een hele leuke club waar mensen graag bij elkaar komen. Nou, vandaag hebben we een internationaal rugbytoernooi, hoor ik net van de voorzitter. Dus ja, wat dat betreft natuurlijk ook daar doet Roda best wel heel erg veel. Ook om het mooie complex hier te promoten en daar goede dingen mee te doen. Ik zou zeggen, als u op zaterdagmorgen hier komt met uw kind, dan is het hier een bruisend geheel. En echt het zenuwcentrum van de wijk op zaterdagmorgen. Van Roda 23. Dat zijn Kubo. De meest gewaardeerde man van de club. Oh, ja. Jongens, ja. Top. Verschrikkelijk. Ja. Kun je even kort vertellen waarom Roda zo'n ontzettend leuke club is om te voetballen? Ja, er is eigenlijk maar één hele leuke vereniging in Amstelveen waar je gaat voetballen. En dat is Roda. Uitleggen kun je dit niet, je moet het gewoon beleven hier ook. En dat geldt ook voor onze sponsors. En hier hebben we er eentje. Dat is een way of life, Roda 23. Absoluut. Ja, leuk. Hier op dit moment in Westwijk West. Wat je kunt zien, dit is een wijk die rond 2009, 2010 gebouwd is. En ze kenmerkt door heel gevarieerde architectuur. Toevallig heb ik daar net een woning verkocht, hier op de hoek van de Jane Addamslaan. Maar goed, je kunt zien, appartementen, woningen, leuke kleuren, 30er jaren stijl. Gewoon een leuke wijk om te wonen. Wat u daar ziet, links, hier achter mij, dat noemen ze de Scheg. En dat is het gedeelte van Westwijk
laatste gedeelte wat nog volgebouwd gaat worden. Er worden 880 woningen gepland. En naar verwachting zal het ongeveer in 2020 gaan plaatsvinden. Dus daar gaan we nog een stukje uitbreiding van onze mooie wijk zien. Maar dit is alvast even een leuke indruk van wat er nu al is. Ja, en dan hebben we hier een van de hele vele speeltuintjes die Westwijk rijk is. We hebben hier dan een kleintje in dit geval, maar er zitten hele grote en leuke en gevarieerde tussen. Pierenbadjes, avontuurlijke speeltuin. Ja, eigenlijk voor alle kinderen wat wils, voor iedere leeftijd. Westwijk heeft gewoon veel te bieden op dat gebied. Mocht u nou de vragen hebben over de wijk, over de scholen, over de plek waar u wil wonen, bel gerust. Ik sta er voor u klaar.